Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de eerste drie afleveringen van het tweede seizoen van Lord of the Rings, The Rings of Power. En ik weet dat het eerste seizoen de fanbase redelijk verdeeld heeft, maar grotendeels kan ik wel toegeven dat de reactie daarop redelijk negatief was. En ik heb toentertijd het eerste seizoen ook gewoon wekelijks besproken en op zich voor de individuele afleveringen kon ik er meestal nog wel iets van plezier uit halen. Maar ik zag ook zeker wel in dat het eerste seizoen gewoon een aantal steekjes liet vallen en dat er echt heel veel ruimte voor verbetering was nog. En van wat ik gezien heb, hebben de journalisten die dus al het tweede seizoen helemaal gezien hebben, tot nu toe redelijk positieve reviews. Het lijkt in ieder geval ietsje positiever dan over het eerste seizoen. Ik denk dat het misschien ook komt omdat ze niet meer al deze personages hoeven te introduceren. En je merkt dus ook gewoon in deze eerste drie afleveringen al dat er wel redelijk veel gebeurt. Alleen van wat ik begrepen heb, wordt er dus heel veel geïntroduceerd, komen er heel veel nieuwe aspecten voorbij tijdens het tweede seizoen, maar is heel veel daarvan dus ook opzet voor toekomstige seizoenen. Maar goed, we hebben nu drie afleveringen om te bespreken dus. En de eerste die opent met een flashback en het achtergrondverhaal van waarom Sauron dus een hekel heeft aan Adar. In het vorige seizoen werd Adar gespeeld door de acteur die ook Benjen Stark speelt. Maar voor dit seizoen is hij dus gerecast. Maar ik vind de nieuwe acteur tot nu toe wel gewoon goed werk doen in de rol van Adar ook. Maar we zien dus het verraad van Sauron, wat Adar dus ook al gelijk neerzet als een wat serieus bedreiging, want hij heeft op een bepaalde manier op dat moment dus wel kunnen winnen van Sauron. Alleen ja, daarmee was hij dus nog niet helemaal van Sauron af en in die openingsscène krijgen we dus eigenlijk heel het verhaal te zien in aanloop naar het eerste seizoen toe, waarin hij dus Galadriel ontmoet. Vlak daarna zien we dus ook dat Sauron nu gevangen genomen is door Adar en dat hij daar dus probeert te ontsnappen en uiteindelijk doet hij dat met behulp van een warg. En bij deze verhaallijn specifiek zie ik dus ook wel duidelijk dat kritiekpunt in dat het een beetje aanvoelt alsof dingen maar gewoon gebeuren, maar dat het niet altijd heel erg logisch uit elkaar vloot. Want we hebben Sauron nu dus zien ontsnappen om vervolgens weer gevangen genomen te worden, om weer te ontsnappen en uiteindelijk uit te komen bij het punt waar hij dus aan het einde van het eerste seizoen ook ongeveer was. En dat is dus ook de cliffhanger van de eerste aflevering, wanneer Sauron dus weer aankomt bij Celebrimbor. En zometeen gaan we dus dat aspect bespreken in aflevering 2 en 3. En ik denk wel dat er daar dus een aantal interessante ontwikkelingen zijn. Maar ja, Galadriel en Elrond, die zien we dus naar Linden toe rijden. En die hebben daar een meeting met Gil-galad om te bepalen wat ze dus gaan doen met de Rings of Power. Want die zijn dus gemaakt aan het einde van het vorige seizoen. Elrond wil ze eigenlijk vernietigen, want hij ziet dus het gevaar er al van in. En hij neemt ze dus mee naar Sindar. En dat is dus waarschijnlijk een van die nieuwe personages die nog wel een grote rol te spelen heeft. Maar de elfen van Linden, die zouden eigenlijk dus die boottocht maken die Frodo ook maakt aan het einde van de trilogie, omdat hun boom dus aan het sterven is. Maar wanneer de drie elfenringen dus in de handen van Galadriel, Gil-galad en Sindar vallen, dan komt die boom weer terug tot leven, zeg maar. En dat is dus ook een recreatie van het shot wat je in de opening van Fellowship ziet. En ik kreeg ook wel hele sterke My Precious vibes van Galadriel tijdens deze scène. En in de eerste aflevering wordt ook het avontuur van The Stranger doorgezet. En van hem dacht ik eigenlijk dat we vorig seizoen soort van bevestigd hadden gekregen dat het Gandalf is. Maar het is blijkbaar dus nog steeds niet helemaal zeker. En ik begin nu toch ook wel te denken, dankzij die nieuwe Dark Wizard waar we het zo meteen over gaan hebben, dat ze ons misschien een beetje op het verkeerde spoor aan het zetten zijn. En dat dit dus helemaal niet Gandalf en Saruman zijn in dit geval. Het zou dus heel goed kunnen dat die twee verschillende tovenaars dus de twee blauwe tovenaars zijn die we nog niet gezien hebben in live action tot nu toe. Maar goed, The Stranger is dus met de twee hobbit-achtige halflings Nori en Poppy naar Rune toe gegaan. Maar Rune is een best wel mysterieuze woestijn. En blijkbaar het lied van die soort hobbit-achtige wezens is dus de key om daar doorheen te gaan. En dat is dus een beetje de wegwijzer waarmee ze uiteindelijk
dus wel iets verder komen. Maar in de eerste aflevering wordt dus ook meteen opgezet dat er een gemaskerde man achter ze aan zit. En in de tweede aflevering komen we er dus achter dat die voor die nieuwe Dark Wizard werkt. Want ja, we gaan nu toch door naar aflevering 2. Dus dan kunnen we die Dark Wizard maar meteen bespreken. En ik denk dus inderdaad niet dat het Saruman is. Maar hij wordt gespeeld door Kieran Hines. Die je misschien kan kennen als Mance Rayder uit Game of Thrones. Hij is sowieso wel een hele toffe acteur. En ik verwacht dus ook best wel veel van dit Dark Wizard personage. Alleen deze eerste scène heeft me nog niet echt per se weggeblazen. Maar qua krachten is het wel duidelijk dat hij dus verantwoordelijk was. Ook voor het sturen van de Dweller in het vorige seizoen. En dat is dus die weirde, witte, non-binary-achtige tovenaar. Die is dus zo weird en non-binary dat ik tijdens het eerste seizoen dacht dat het een guy was. Maar nu die dus voor het eerst spreekt in dit seizoen, zie ik pas in dat het eigenlijk een vrouw is dus. Maar hopelijk gaat deze Dark Wizard dus ook nog wat duistere scènes opleveren. We hebben in deze tweede aflevering wel al een hele toffe horrorachtige scène gehad. En dat is dus het soort Force Skype gesprek wat Celebrimbor met Galadriel heeft. En dat doet me dus heel erg denken aan Rey en Kylo Ren in The Last Jedi. Maar in dit geval is het bijna in een soort upside down-achtige nightmare dimensie. Waar Celebrimbor dus duidelijk gemarteld wordt. En dat is dus een beetje foreshadowing van wat Sauron met hem gepland heeft. Maar het is voor Galadriel dus niet alleen een droom. Want ze weet daardoor dus wel dat Sauron weer terug is daar in Eregion. En dat is volgens mij dus de stad van die elfen waar Celebrimbor zit. En dat is ook een stad die later in Canon dus hoort te vallen. En we hebben in het vorige seizoen soort van de val van Numenor gehad. Ook al lijkt het in dit seizoen erop dat die nog steeds staat. Dus misschien is dat nog niet de volledige val. Dus wie weet krijgen we nog binnen deze serie de val van beide steden. En komt dat dan wel in de vorm van een hele epische oorlog aflevering. Want we hebben zoiets gehad in het eerste seizoen. En ik hoop dus ook wel dat we weer zoiets krijgen hierin. Maar Sauron is dus duidelijk Celebrimbor aan het manipuleren. En hij weet zichzelf dus te presenteren als Annatar, de Lord of Gifts. En dat is een beetje zijn nieuwe alter ego voor dit seizoen. En ik heb gelezen dat het een soort van kritiekpunt op religie moet zijn. Wat ik wel een beetje jammer vind als je kijkt naar hoe Tolkien in het echt was. En christendom is eigenlijk ook een grote inspiratie voor hem geweest met Lord of the Rings. En we zien dus ook meteen het probleem met de woke instelling van de makers van deze serie. Heel erg duidelijk in de derde aflevering wanneer we dus Gluck ontmoeten. Een ork met een familie blijkbaar. En wat ik niet wist is dat het blijkbaar wel zo is dat Saruman ervoor zorgt dat orks zich op die fucked up manier voortplanten. En dat het voor dat Saruman aankomt, dus blijkbaar anders ging. Dat is dus ook een van de redenen waarom de Dark Wizard sowieso niet Saruman kan zijn. Want binnen canon komt hij dus pas veel later naar Middle-earth toe. In ieder geval een aantal jaar nadat deze serie zich afspeelt. Maar buiten dat orks zich blijkbaar hierin dus gewoon voortplanten met baby's. Op een manier vergelijkbaar met de mensen. Is het gewoon een beetje onnodig om orks te humanizen, vind ik. En er zit dus wel een quote in een van de Tolkien boeken. Waarin hij dus uitlegt dat orks niet per se puur en puur evil zijn, maar voor het gemak van de films is dat wel gewoon hoe wij ze kennen. Dat is uiteindelijk ook gewoon een van de sterkste punten van de Lord of the Rings trilogie, is dat het gewoon een van de meest simpele en beste vormen van het verhaal van goed tegen kwaad is. Alleen als je een woke instelling hebt, dan geloof je niet echt in goed en kwaad en dan is het allemaal moreel relativisme. Dan is het gewoon een beetje van ja, wat voor de ene slecht is, is voor de ander misschien te rechtvaardigen. En zo komen we dus uit op orks met families en krijgen we dus waarschijnlijk een sympathieke verhaallijn voor een monster waar we normaal gesproken geen fuck om horen te geven. Het verbaasde me nog dat die in die scène niet meteen al geslacht werd door die grote trollcommander waarmee Adar dus een meeting heeft, maar het lijkt erop dat die troll dus nog steeds loyaal aan Sauron is. Dus ik ben op zich best wel benieuwd om te zien hoe Adar deze trollen dus uiteindelijk wel aan zijn kant gaat krijgen. Maar ja, het laatste aspect van aflevering 2 en 3 wat ik nog niet besproken heb is de hele dwergenverhaallijn en dat was iets wat in seizoen 1 juist een van mijn favoriete aspecten was. En ik moet zeggen dat het in dit tweede seizoen nog niet helemaal voor me aan het klikken is, maar er is blijkbaar dus iets mis met de Mines of Moria. En sommige dwergen geloven dat het een vloek is, omdat ze Elrond dus over de vloer gehad hebben, maar het zou dus heel goed kunnen dat dit nogmaals een opzet is voor de Balrog. En van wat ik heb begrepen zijn de trailers niet nog een keer tegen ons aan het liegen en moeten we de Balrog toch echt in grotere vorm tijdens dit seizoen krijgen. Eigen
nog. Maar goed, Disa en Durin zijn op zich wel gewoon twee van de meer sympathieke personages in heel deze cast. Alleen de ruzie tussen Durin Junior en Durin de Koning vond ik nou niet heel interessant in deze paar afleveringen. Maar uiteindelijk worden die dwergen dus ook uitgenodigd door Celebrimbor. En dat is dus ook wel iets wat die discussie weer aanzet, waardoor vader en zoon het kunnen goedmaken. En om de mijnen dus weer stabiel te krijgen, op dezelfde manier dat de elfen dat voor hun boom moesten doen, krijgen ze dus ook de Rings of Power van de dwergen in deze aflevering. Dat is waarmee de derde aflevering wordt afgesloten ook. En ik ben dus wel heel erg benieuwd om te zien hoe die dwergen de ringen gaan gebruiken dit seizoen. Maar ja, in aflevering 3 pikken we ook weer op in Numenor dus. Want ik zei net al dat die blijkbaar dus nog niet helemaal vernietigd is. We zien dus Elendil een beetje het politieke spel binnen Numenor volgen, aangezien de koning dus doodgegaan is. Het lijkt er dus op dat zijn dochter, de koningin, het gaat opvolgen. Maar die wordt betrapt omdat ze gebruik heeft gemaakt van de Palantir, en dat is dus wel een soort van alien elfish artifact voor ze. Daarmee is het vertrouwen van het volk dus momenteel heel erg laag, en dat is dus het perfecte moment voor Thalazar om een coup te plegen. Ik weet niet precies wat die Thalazar gedaan heeft om die eagle om te kopen, maar het lijkt er dus wel op dat de eagle in ieder geval doet alsof hij de beste keuze is om leider te zijn. Maar ik gok dat dit dus het begin is van een nieuwe arc binnen Numenor en dat Thalazar niet heel lang de troon gaat vasthouden. Dat uiteindelijk voor dit seizoen voorbij is misschien zelfs al iemand anders op die troon zit. We zien Numenor dus door de ogen van Elendil. Maar we zien ook zijn zoon Isildur dus weer in de derde aflevering voor het eerst. En hij is blijkbaar terechtgekomen in de Black Forest. En daar komen we dus niemand minder tegen dan baby Shelob. Want ze dachten waarschijnlijk baby Yoda is zo'n grote hit dat we gewoon baby orcs en baby Shelob nodig hebben om een beetje te kunnen competen. Isildur weet in ieder geval baby Shelob zelf van zich af te vechten, maar hij wordt uiteindelijk gered door Arondir. Het verbaasde me wel dat we zo weinig Arondir gekregen hebben in deze eerste 3 afleveringen, maar het was in ieder geval wel weer leuk om hem eventjes in actie te zien dus. Maar dat is niet de enige companion van Isildur, want hij ontmoet dus ook een meisje waarmee dus wel vrij duidelijk een soort romantische relatie lijkt te beginnen. Maar het thema van die verhaallijn tijdens die laatste aflevering is dus wel overduidelijk Survivor's Guild. Want het zijn allemaal personages die dus wel echt heftige dingen hebben meegemaakt. In het geval van Arondir had hij natuurlijk zijn vrouw Bronwyn verloren. En hij is nu dus ook een beetje die zoon van Bronwyn aan het verzorgen. En het zou me dus niet verbazen als die uiteindelijk het verkeerde padje opgaat. Maar voor nu heb ik dus in ieder geval wel het gevoel dat we binnen deze 3 afleveringen alle verhaallijnen in ieder geval een klein beetje hebben kunnen doorzetten, gelukkig. Ik denk dat er nog steeds wel gewoon rechtvaardige kritiekpunten zijn die je kan leveren op deze eerste 3 afleveringen. En het is bij lange na geen perfecte serie, maar dat neemt niet weg dat ik me toch weer redelijk vermaakt heb. Het is meer als je wat dieper gaat nadenken over de afleveringen, of als je echt een hardcore canon junkie bent, dat je de wat grotere problemen van deze serie ziet. Maar tijdens het kijken vermaak ik me altijd wel gewoon prima. Maar goed, ik ben wel benieuwd naar jullie ervaring met deze 3 afleveringen van het tweede seizoen. Gaan jullie Rings of Power nog steeds kijken dit seizoen ook? Want wij gaan het vanaf hier denk ik wel gewoon weer wekelijks bespreken en ik kijk er dus best wel uit om dit gewoon 1 episode per week op een rustig tempo te kunnen verwerken de komende weken. Dus ja, laat me weten wat jij van deze afleveringen vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.